Dames en heren, van harte welkom op de raadsvergadering van de gemeenteraad van Hardenberg. Dinsdag 30 mei 2017. We zijn iets later begonnen vanwege het uitlopen van de oriënterende rondes van de raad. Maar blij dat u aanwezig bent. Die aanwezigheid geldt overigens niet voor de heer Wilts van de ChristenUnie, de heer Kloekhorst op koers.nu en de heer Botter ook van op koers.nu. Want zij zijn afwezig vanavond, maar goed dat u er bent. Ik open de vergadering. Aan de orde is agenda punt 2, actuele vragenronde. Is er behoefte om gebruik te maken van de actuele vragenronde? Dat is niet het geval. Dan gaan wij door met agenda punt 3, vaststelling van deze agenda van vanavond. Kunt u daarmee instemmen? Dat is het geval. Akkoord. Agenda punt 4, spreekrecht bij de agendapunten. Er hebben zich geen mensen gemeld om in te spreken. Ook nu niet. En dan gaan wij naar agenda punt 5. Het vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 16 mei 2017. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen. Ook nu niet. En dat betekent dat die is vastgesteld. Daarnaast agenda punt 7. Het vaststellen van de besloten, agenda punt 6 inderdaad. De openbare besluitenlijst van de raadsvergadering van 9 mei 2017. Akkoord. Dan agenda punt 7, het vaststellen van de besloten besluitenlijst van de raadsvergadering 9 mei 2017. Die heeft u in kunnen zien. Geen amendering. Akkoord. Dan komen wij bij de bespreekstukken. Agenda punt 8. En het bespreekstuk gaat over de jaarstukken 2016, de resultaatbestemming 2016, annex de vierde wijziging van de begroting 2017. Wie wenst daarover het woord te voeren? ChristenUnie, CDA, VVD, D66, de ChristenUnie. Heer Stelpstra. Dank u wel, voorzitter. Namens de ChristenUnie mag ik onze bijdrage over de jaarcijfers 2016 uitspreken. In de oriënterende ronde hebben we uitgebreid stilgestaan bij onze visie op deze cijfers, waardoor we onze bijdrage nu zullen beperken tot onze hoofdpunten. Onder het thema is de zomer nu echt aangebroken, hebben we naast een inhoudelijke discussie ook veel over het weer mogen spreken in de oriënterende ronde. En als we naar het weer kijken van de afgelopen dagen, dan lijkt de zomer echt aangebroken. Ten aanzien van onze gemeentelijke financiën zijn wij iets terughoudender. En met een blik op de eerste bestuursrapportage lijkt dit geen overbodige luxe. De grote overschotten, of om in het thema te blijven, de ruime positieve temperaturen lijken voorlopig niet aanwezig bij onze gemeentelijke financiën. Maar de jaarcijfers zijn in ieder geval een stuk positiever dan de oorspronkelijke begroting. Voorzitter, ik zou het kort houden. Drie onderwerpen wil ik nog even kort toelichten, te weten dankbaarheid, onze schulden en het weerstandsvermogen. Voorzitter, we willen beginnen met het uitspreken van onze dankbaarheid voor onze medewerkers, inclusief het college, die een begrotingstekort omgezet hebben in een positief resultaat. Ten aanzien van de schulden zijn wij zeer content te constateren dat onze schuldquote harder is gedaald dan voorzien. En wij willen deze lijn graag vasthouden. Kortom, blijvende aandacht voor onze schuldpositie. En dan tenslotte het weerstandsvermogen en de risico's. Hierop lag onze nadruk tijdens de bijdrage in de oriënterende ronde. We willen ervoor waken het overschot in het weerstandsvermogen, zoals gepresenteerd in de jaarcijfers, nu te snel te gaan aftoppen dan wel te gaan investeren. Voorzitter, wij zouden graag zien dat de accountant bij de begroting 2018 of bij de jaarcijfers 2019 een kundige analyse maakt van de door ons beschreven risico's. En hierover zijn bevindingen met ons deelt. Daarna is wat ons betreft het moment aangebroken om na onderlinge discussie in de raad over te gaan tot het aanwenden van een mogelijke investeringsruimte. En wij horen graag of het college bereid is dit verzoek aan de accountant door te geven. Dank u wel. Akkoord, dank u wel. Voor de bijdrage de fractie van het CDA, de heer Dogge. Dank u wel, voorzitter. Bijna 6 miljoen positieve,
positief resultaat konden we over 2016 schrijven. En dat terwijl er vooraf een verlies was voorzien van 1,5 miljoen. Is dat slecht begroten? Nee, want incidentele meevallers uit het gemeentefonds en de verkoop van aandelen in Nexus waren niet voorzien. Maar er is nog een andere oorzaak. Hardenberg begroot vanuit een voorzichtigheidsbeginsel. Zo romen we bij de tweede bestuursrapportage mogelijke restanten van de egalisatiereserve sociaal domein nog niet af. En boeken we de resultaten van het grondbedrijf pas bij het opmaken van de jaarrekening. Het resultaat had overigens nog gemakkelijk 1 miljoen hoger kunnen uitvallen als, en nu zeg ik het maar in eigen woorden, het college de rug recht had gehouden tegenover de accountant. Waar het de afboeking betreft op de grondexploitaties van met name Broeklanden. Maar goed, die 1 miljoen zal waarschijnlijk in de komende jaren wel weer terugkomen in de resultaten. Een eerste positieve begrotingsafwijking zit er dus alweer aan te komen. Kortom, door dit voorzichtigheidsbeginsel en een aantrekkende economie is onze reserve opgelopen tot ruim boven de 31 miljoen. En dan hebben we daar ook alweer 2,4 miljoen uit onttrokken als resultaatbestemming. Het CDA ziet de financiële toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet. Natuurlijk moeten we oog houden voor mogelijke risico's en daarvoor voldoende reserve achter de hand houden. Maar aan de andere kant hebben we als publiekrechtelijk orgaan een maatschappelijke verantwoordelijkheid. En zijn wij geen systeembank die torenhoge reserves aan moet houden. Het is dan ook goed een objectieve afweging te maken van welke risico's we kunnen lopen en hoeveel geldmiddelen we daarvoor beschikbaar moeten houden in onze algemene reserve. We hebben in de oriënterende ronde dan ook gepleit om bij de begroting 2018 een overzicht, zeg maar een benchmark, op te maken van verschillende gemeenten die vergelijkbaar zijn en welke risico's zien zij en hoe gaan zij die financieel interpreteren. In het verslag van de oriënterende ronde is dit helaas niet zo verwoord. Daar is de toezegging opgenomen om met betrekking tot de geleverde zorg in het sociaal domein een benchmark uit te voeren onder vergelijkbare gemeenten. Een benchmark in het sociaal domein. Een prima toezegging overigens, waar wij op zich best achter staan. Maar toch blijven wij wel vasthouden aan een benchmark risico-inventarisatie. Kan het college nog hierop reageren? Tot zover, voorzitter. Voorzitter. Ja, de heer Stelpstra. Dank u wel. Meneer Dogger, ik deel uw verzoek om benchmarken te maken. Maar deelt u ook het verzoek om de accountant daar ook nog even naar te laten kijken? In de eerste plaats, het verzoek wat wij doen is een overzicht, een analyse, een vergelijkend een overzicht bij de begroting. Zodat we bij de begroting ook rekening kunnen houden wat de mogelijkheden zijn voor 2018. Waar u om vraagt is een beoordeling van de accountant bij de jaarrekening. Dan zitten we dus bij de jaarrekening 2017 die wij in de loop van 2018 gaan bespreken. Dus daar zit een, op zijn minst al een stuk faseverschil in. Nou, maar als u mij even toestaat, voorzitter, om mijn zin af te maken. Ik ga dus wel met u mee dat het ook goed is dat de accountant ook de risicoanalyse zoals het college die opmaakt in de jaarstukken, om die ook te beoordelen. Maar volgens mij kunnen deze twee heel goed naast elkaar. Ja, ik zou het op zich wel mooi vinden als die ook bij elkaar kunnen komen. Dus volgens mij kan de accountant dat ook prima bij de begroting doen. Ik weet niet of de accountant bij de begroting een rol heeft. We hebben hem in elk geval niet die opdracht gegeven. Hij heeft de opdracht om de jaarrekening te controleren. Nou ja, goed, wellicht kan het college daar straks op. Akkoord. Dank. De fractie van de VVD. De heer Gerring. Voorzitter, dank u wel. Wat een boeiende discussie net tussen de ChristenUnie en de CDA-fractie. Ze willen eigenlijk precies hetzelfde, een bepaald onderzoek, alleen de doelstelling is wat anders. En meneer Stelpstra die wil graag een zorgvuldig financieel beleid voeren. En meneer Dogger die wil graag weten hoeveel geld hij uit kan geven volgend jaar. Voorzitter, ik was in de veronderstelling dat we alles in één keer zouden behandelen. Maar ik heb dat weer verkeerd, begrijp ik. De BOH valt hier niet onder. Nee, dat is correct. Dat is jammer. Dat is de jaarrekening van de gemeente.
kan net zo'n leuk bruggetje naar de BOH, maar dan zult u mij vanavond twee keer zien. Ik hou het kort, want voorzitter, de jaarrekening en het jaarverslag zien er goed uit. Het is verder ook maar een weergave van het afgelopen jaar, dus daar vinden wij niet zo heel veel meer van. Het is niet meer dan in onze beleving verslaglegging. Wel jammer dat de uiteindelijke realisatie nog steeds zo afwijkt van de tussentijdse rapportages. De vraag of daarmee goed begroot wordt, interpreteer ik ook wat anders. Wij zouden wel graag zien dat de begroting een juist beeld geeft van ook de verwachting die eruit voortkomt. Maar goed, daar kunnen we het nog eens over hebben als de accountant zijn bevindingen heeft gemaakt uiteindelijk op verzoek van ChristenUnie en CDA. Wat we wel heel prettig vinden is dat onze bevindingen ter zake de schuld en de reserveposities eindelijk wat breder worden gedeeld. Interessant dat de ChristenUnie uit hoofden van meneer Stelstra een college heeft gegeven over de financiële gegevens. Daar waar hij in de afgelopen 3 jaren dat inzicht kennelijk wat minder interessant vond bij aanmerkelijk slechtere prestaties. Maar wij zijn blij met het voortschrijdend inzicht. En voorzitter, u weet, wij geven in ieder geval niet eerder op dan dat alle fracties overtuigd zijn van de essentie van een goede verhouding in de schuld- en de reserveposities. Al we denken dat we bij meneer Dogger nog wel een hele slag te maken hebben, als ik hem zo hoorde net. Interessant, voorzitter, is de daaruit voortvolgende vraag die het CDA de vorige keer ook stelde en net weer aan de orde kwam. Is de vraag, zijn wij nou bankiers? En voorzitter, dat vind ik interessant, want feitelijk zijn wij in onze beleving veel meer dan dat. Wij dienen namelijk het algemene belang en over de invulling daarvan kunnen wij weliswaar van mening verschillen. Maar de uitgangspositie zou toch moeten zijn dat wij in ieder geval onze eigen huishouding op orde hebben en zorgvuldig zijn tegenover de inwoners van onze gemeente en kunnen verantwoorden wat wij waarom doen. En mocht er dan onverhoopt geld overblijven, wat thans het geval lijkt te zijn, dan bedenken we daar geen bestemming voor, voorzitter, maar dan geven we dat terug. Nadat we duidelijk hebben geconstateerd dat er correct uitvoering is gegeven aan onze taken, en dan met name die taken in het sociale domein. Voorzitter, dat wij tevreden zijn over de verslaglegging betekent natuurlijk nog niet dat wij ook automatisch tevreden zijn ter zake het gevoerde beleid. Maar beleid staat hier niet ter discussie, dat gebeurt bij de begroting, dus daar zult u ons dan weer vinden. Dank u wel. Kort, dank u wel. De heer Stelstra. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben blij om te constateren dat mijn college de vorige keer de volle aandacht van de heer Gelling heeft gehad. Ja, ik denk zelf altijd dat de VVD wat dichter naar de ChristenUnie is opgeschoven de afgelopen 3 jaar. Maar dat is waarschijnlijk een misinterpretatie van mijn kant. Dank u wel. Voorzitter, u weet dat wij VVD'ers optimisten zijn en pragmatisch tot het eind. Het maakt ons niet zoveel uit wie er waarnaar toeschuift, voorzitter, als we uiteindelijk maar komen tot een zorgvuldige verhouding tussen de schuld- en de reserveposities. En wie de beweegt, meneer Stelstra, u mag hem hebben. We zijn het in ieder geval eens over de verhoudingen. Akkoord, mevrouw Luiten. Ja, ik ben ook heel blij met het voortschrijdend inzicht van de VVD, meneer Gelling. Als ik u hoor zeggen dat u vindt dat eventueel geld mag worden teruggegeven als we een overschat hebben. Nadat we tenminste hebben vastgesteld dat we ons beleid op het de rijn van het sociaal domein heel goed hebben uitgevoerd. Dat is iets wat ik ook al jaren hier roep. Dus mijn vraag, het is mij nog niet gelukt om het voor elkaar te krijgen, maar misschien heeft u daar een briljante ingeving over. Want ik was dan heel benieuwd hoe u dan dat wil vaststellen. Dat is interessant, want daar waar ik u al eerder zei dat de ideeën van de VVD kennelijk als goede wijn een tijdje moeten liggen alvorens ze gedronken kunnen worden. Zo god dat voor ons plan, voor de ombudsfunctie, wat u fijn heeft overgenomen en wie er dan naar wie schuift, meneer Stelstra, het maakt ons niet uit als die ombudsfunctie er maar komt. Zo ook hier help ik u even herinneren dat het mijn fractie was die vorig jaar ook heel duidelijk heeft aangegeven, het wethouder en nu weer, dat juist het ontbreken nu van de accountantsverklaring ter zake deze jaarrekening het gevolg is van de prestatieafspraken in het sociaal domein. En dat ik dat een hele slechte ontwikkeling vind. Dat houdt niet in dat ik u vind op de gedachte dat als er dan geld over is, dat het dan ook automatisch betekent dat er te weinig is uitgegeven. Die verhouding zien wij volstrekt niet, maar dat er zorgvuldig gemonitord moet worden, dat we exact in de gaten moeten houden dat wij ons van de taken kwijten, ja, daar vinden wij elkaar zeker. Ach, voorzitter, zou ik mooi, dank u wel. Even mogen reageren op de discussie die ik hier nu even hoor. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat partijen nu de kant van het CDA opschuiven wat betreft de lastenverlichting met de onroerend zaakbelasting. Maar dat is een constatering die wij dus nu graag doen en graag ook een reactie voorzitter, uitlokken, als ik mag, zeggen. Dan wil ik meneer Dokker toch wel heel snel uit die droom helpen als het kan.
Oké, dan hebben we daar helder. Nou, voorzitter, ik ga er eens binnen als u het niet erg vindt. Ik ga gewoon maar zitten. Laten we niet meer ballonnetjes oplaten, maar dank voor de bijdrage van de VVD. De fractie van de Partij van de Arbeid, mevrouw Luyt. Collega's en college heb ik maar eens bedacht. Ik ga u iets voorlezen. Als PvdA-fractie hebben wij de jaarrekening en de eerste BEERAP met gemengde gevoelens gelezen. Voorzitter, veel... misschien toch een punt van orde als u het goed vindt, maar we zijn toch gehouden aan ons reglement om via de voorzitter te spreken. Ja, nou, daar heeft u gelijk in, meneer Doorgaan. Dat is terecht constatering. Maar goed, Kniezo die daar soms op let. En ik was zeer benieuwd naar de bijdrage van mevrouw Luijten op dit moment. Dus ik was vanaf het begin geboeid eigenlijk. Nou, dan doe ik het zo. Mag ik u in uw voorzitter groeten? Ik ga een stukje voorlezen. Ik was gebleven dat wij de jaarrekening en de eerste BEERAP met gemengde gevoelens hebben gelezen. Dat er veel zaken positief zijn, beleidsdoelstellingen zijn gehaald, de raadsmoties zijn uitgevoerd, de gemeente staat er financieel beter voor. Daarom is het voor ons extra moeilijk te verteren dat vorig jaar uitgerekend op de meest kwetsbare groepen in onze samenleving bijna 2,5 miljoen winst is gemaakt. Dat is namelijk het bedrag wat is overgebleven in het sociaal domein. Geld dat expliciet is bedoeld voor mensen die zorg nodig hebben en dat we als gemeente dat ook nadrukkelijk voor dat doel krijgen. Die mensen hebben het niet ontvangen en in plaats daarvan investeren we in allerlei stenen, wegen enzovoort. Het argument dat mensen kennelijk niet meer zorg nodig hebben gaat niet op wat ons betreft. We kennen allemaal de verhalen van onvoldoende huishoudelijke hulp, minder zorg en de gevolgen daarvan. Dat is schrijnend. En voor de goede luisteraar, die heeft inmiddels al geconcludeerd dat dit precies dezelfde tekst is die ik hier vorig jaar heb uitgesproken. En dat ging over de jaarrekening 2015. Maar deze is dus één op één toepasbaar op de jaarrekening van 2016. En ik zie sommigen van u al denken, daar gaan we weer. En ik kan ook begrijpen dat u mijn inbreng over dit onderwerp zo langzamerhand wat zat wordt. Ik kan me dat namelijk goed voorstellen. We krijgen zelf ook een beetje genoeg van om steeds hetzelfde verhaal te moeten houden. En dat blijven we toch doen. Want voor ons is dit gewoon een heel belangrijk onderwerp. Ja, en we gaan er niet heel simpel... De heer Breukeman. Als ik even tussendoor daar een vraag om mezelf mag reageren. Want ik hoor wederom grote woorden die ik ook vorig jaar hier gehoord heb. En waar ik toch wel enige moeite mee heb. U spreekt wederom over winst, hè, over in de zorg. Vorig jaar hebben we die discussie ook gehad. Ja. En heb ik u heel nadrukkelijk gewezen op de systematiek die hier in het huis is afgesproken. Waar ook uw partij bij betrokken was. Namelijk, we leggen een pakket aan zorg neer en de financiering volgt achteraf. Ik heb u toen heel nadrukkelijk op gewezen dat als u niet akkoord bent met het feit dat er nu, in dit jaar of vorig jaar, nog middelen overblijven. Dat u dan moet komen met inhoudelijke voorstellen om daar iets aan te gaan veranderen. Ik hoor niks van u, ik zie niks van u. Ik hoor alleen een jaar later weer dezelfde tekst weer voorbij komen. Ja, voorzitter, ik heb daar grote moeite mee. Meneer Breukeman, meneer de voorzitter. Ik wil meneer Breukeman graag antwoorden dat ik daar net als u moeite mee heb. En dat ik dat daarom expres zo heb gedaan. Over concrete voorstellen, daar komen wij over te spreken wat mij betreft op het moment dat we het hebben over BEERAP en kaderstelling. De heer Gelling. Ja, ik zou toch in aanvulling op meneer Breukeman ook wel willen aangeven dat mijn fractie dat ook wel als wat stemmingmakerij betitelt, hè, wat u doet. Want u suggereert iets zonder dat u daar daadwerkelijk feit voor heeft. Hè? Want een opmerking als winst op de WMO is natuurlijk aardig gevonden. Maar de constatering dat daardoor dus zorgtekort is geschoten, is een constatering die u hier doet. En waarvoor we ook de vorige keer in de Oronde niet aanwijzbare feiten hebben gehouden. Dus ik zou u willen vragen om dat soort dingen toch echt wel gemotiveerd te doen. Hè. U moet echt weten waar u het over heeft. Als er mensen zijn die buiten de boot vallen, moet dat hier gemeld worden. Daar is die ombudsfunctie voor bedoeld. Het zou mooi zijn als die er was, maar daar hebben we het ook over gehad. Maar het gaat mij te ver om te constateren dat er winst gemaakt wordt en mensen buiten de boot gevallen zijn, zolang dat nog niet daadwerkelijk ook geconstateerd is. Meneer de voorzitter, voelde niet zo heel veel voor om de hele discussie van vorig jaar over te doen. Voor ons betekent winst simpelweg, er is geld overgebleven, we weten allemaal hier, maar we proberen dat te objectiveren. En daarom hebben wij vorig jaar ook gezegd, laten we dan op zijn minst een ombudsfunctie instellen. Want zolang wij niet zeker weten dat er genoeg zorg is verleend, en we horen allemaal, want het is namelijk op andere domeinen, als het gaat over armoede of over huishoudelijke hulp,
het afgelopen jaar hier in deze zaal een aantal keer aan de orde geweest. En we kennen alle verhalen van waar dat niet helemaal goed gaat. En dat is mijn probleem. Het gaat mij er niet om dat we 2,5 miljoen over hebben en dat we zeggen, hupsakee, dan maar iedereen drie keer zoveel zorg. Als het niet nodig is, prima, dan hoort u mij ook niet verder. Maar ik wil zeker weten dat het niet nodig is. En dat kunnen we hier in deze zaal op dit moment, wat mij betreft, nog niet goed genoeg beoordelen. Daar gaat het me om. Ja, voorzitter. Meneer Brugman. Ik wil toch nog kort reageren, want ik hoor nu ook alweer een bepaalde draai in de antwoorden die gegeven worden. Ten eerste hoor ik u nooit iets zeggen over, zeg maar, de bezuinigingen die op dit terrein liggen en die in de jaren, zeg maar, gefaseerd doorgevoerd worden. Wij hebben met elkaar gezegd, wij steken eerst meteen in op de eindoplossing. Daardoor zal er in de beginjaren waarschijnlijk geld overblijven en daarna niet meer of in ieder geval een stuk minder. Hoor ik u nooit over, vind ik erg jammer. Ten tweede begint u uw betoog met winst gemaakt op zij die de middelen nodig hebben. Redelijk populistisch verhaal in mijn ogen. En nu een aantal vragen gesteld wordt, zegt u van ja, we weten het niet helemaal zeker, dus we gaan middels die sociale ombudsfunctie dat beter onderzoeken. Ja, voorzitter, nogmaals, grote moeite met deze bijdrage. Voorzitter, meneer Breukelman zal blij zijn met de tweede helft van mijn inbreng, want die gaat nou uitgerekend over die tekorten die er de komende tijd aankomen. Dus ik stel voor dat ik gewoon even verder ga, ja, en dan kunnen we anders daarna hierover verder. Want er is nu 2 jaar veel geld over en de portefeuillehouder heeft 2 weken geleden in de oriënterende ronde gewaarschuwd dat er vanaf 2018 waarschijnlijk tekorten aan zitten te komen. Dat hebben we allemaal hier een aantal jaar gehoord, dat weten we, dat is niet gek. We hebben die gelden die we hebben overgehouden de afgelopen jaren zijn toegevoegd aan de algemene reserve. Wij zijn daar 3 jaar geleden met tegenzin mee akkoord gegaan, omdat we weten hoe makkelijk het is om geld erin te stoppen, maar het is nog niet zo eenvoudig om dat eruit te krijgen. Dus we hebben toen gezegd, oké, we gaan akkoord, maar op voorwaarde dat ook eventuele toekomstige tekorten, dat is ons toen ook toegezegd door dit college, dan ook uit die algemene reserve zullen worden gedekt. Daar hoor ik eigenlijk nooit meer iemand over. Sterker nog, ik lees in deze stukken dat die afspraak eigenlijk maar tot en met dit jaar geldt. Dat gaat ons een beetje te makkelijk. Op het gebied van de jeugdzorg was het afgelopen jaar al krap financieel. 2018 wordt nog krapper. Dus ik wil heel graag deze gelegenheid gebruiken om deze raad in herinnering te brengen dat dat de afspraak is. En dat betekent, als je het simpelweg optelt, 2 jaar 2,5 miljoen over, dat voor de toekomstige tekorten op het sociaal domein in ieder geval 5 miljoen uit die algemene reserve moet worden gehaald. Dat lijkt me interessant en relevant voor meneer Stelpstra, ook met zijn lijstjes over risicoanalyses. Maar wij gaan ervan uit dat dat geld beschikbaar is voor het sociaal domein de komende jaren. En ik wil dat hier nog een keer noemen, maar ik wil ook, omdat we natuurlijk voor de komende jaren dat nog een keer definitief willen hebben en er verkiezingen aankomen, daar kan geen misverstand over bestaan. Dus ik vraag de portefeuillehouder om deze toezegging op deze plek vanavond hier nogmaals te herbevestigen. Ik denk dat het zo'n beetje is over concrete voorstellen wat ik u net zei. Met name op het gebied van jeugdzorg zullen we over 2 weken concrete voorstellen doen als het gaat over BEERAP en kaderstelling. Dat was het. Nou, voorzitter, ik heb nog 1 vraag aan mevrouw Luiten met uw goed bevinden. U zegt van, we gingen daar mee akkoord, hè, eigenlijk met tegenzin. Wijs ik u toch even op de egalisatiepost die destijds gevormd is. Dat was ook tegen onze zin, maar goed, leek me een gulden middenweg. Een tweede vraag is daarbij. Wat het CDA betreft is het als volgt. Het beleid dat wij hier voeren moet goed beleid zijn voor de inwoners van de gemeente Hardenberg. En als het zo is dat dat beter moet of veranderd moet worden, zullen wij de eerste zijn om daaraan mee te werken. En wat ons betreft volgende financiële middelen, het beleid dat wij hier vaststellen. Dus eerst het beleid, dan de financiën. En bent u bij mij eens dat dat die enige juiste volgorde is? Meneer Breukman, dat ben ik roerend met u eens. Akkoord, dan zijn we het op dat punt eens. U vraagt ook om een herbevestiging van toezegging door het college. Die komt straks in de reactie van het college aan de orde. Ik zie de heer Stelpstra. De heer Stelpstra, nog. Dank u wel, voorzitter. In ieder geval mooi om te horen dat u onze visie deelt ten aanzien van de risico's. Dus wat u betreft, onze stellingname is, wij vinden dat we nog 4,5 miljoen aan risicoreserve moeten aanhouden. Maar u zegt in feite 5 miljoen. Dus dat is hartstikke fijn. 5 miljoen specifiek voor het sociaal domein? Ja, dat is hartstikke mooi.
U zou nog de jaarrekening kunnen amenderen hierover, bijvoorbeeld. Ik moet zeggen, het deed mij ook wel een beetje pijn toen u winst zei. Want dat lijkt mij nooit de bedoeling. Dus het lijkt me ook beter om in het vervolg een ander woord hiervoor te vinden. Dan hebben we daar ook geen discussie over. Ik heb het vorig jaar expres gebruikt, voorzitter, het woord winst. En ik heb dat dit jaar misschien iets minder bewust gedaan. Maar ik heb vorig jaar uitgelegd hoe wij op dat woord komen. Omdat juist omdat er zoveel geld overblijft op dat domein, we de gemeente in staat stellen, of wij als raad, in staat zijn om andere dingen te doen. Simpelweg omdat het op je balans nou helemaal goed uitkomt. Die we anders misschien niet zouden hebben gedaan. En ik heb er problemen mee dat je, als je zegt budgetair neutraal, dat heb ik toen ook gezegd, dat betekent niet alleen maar het mag niet meer kosten, maar het betekent ook het geld wat we specifiek daarvoor krijgen, dat dat daar ook aan besteed zou moeten worden. Nou, ik begrijp u wel, maar dan nog is het woord winst, denk ik, erg onverstandig. Want dat past niet bij dit onderwerp. Winst heeft een hele andere associatie. Ja. Volgens mij heeft u bij uw punt gemaakt, voldoende. Anderen nog niet, dan ga ik naar de fractie van D66 ten slotte. In de eerste termijn van dit agendapunt. Het woord is aan de heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Onze fractie herkent toch de gemengde gevoelens van de vorige spreker. Ik moet even goed mijn woorden wegen voordat we weer in dezelfde discussie belanden. Wat wij hebben gezien in deze jaarstukken, dat wil zeggen de jaarrekening, maar zeker ook het jaarverslag, is inderdaad die behouden koers van deze gemeente. Een voorzichtige koers om te proberen het geld weer op orde te krijgen, zoals we dat zelf als D66 ook hebben gevraagd aan het college. Toch hebben wij een andere basishouding nu dan bijvoorbeeld ChristenUnie en CDA zojuist hebben laten zien. Door niet nu te gaan kijken naar een nauwkeurige analyse van mogelijke risico's in de toekomst. En het prijzen van het voorzichtigheidsbeginsel van het CDA, maar juist te kijken naar die ruimte die er nu ontstaat, om te kijken naar belangrijke thema's die voor ons liggen. En dat zijn inderdaad de zorg, waarbij toch wel het een en ander nog mogelijk is. Dat hebben we ook in de oriënterende ronde wel gehoord van de portefeuillehouder. Op het gebied van duurzaamheid, waarin wel geïnvesteerd wordt, maar wat ons betreft nog niet voldoende. En de economische ontwikkeling, die vandaag in de oriënterende ronde ook naar voren is gekomen. En daarom willen we eigenlijk kijken, en dat doen we ook zeker richting de begroting en de kaderstelling, naar een koers die afgaat van die behoudenheid en juist kijkt naar wat meer ambitie voor onze inwoners in de toekomst. Daar wilde ik het even bij. Akkoord. Voorzitter. De heer Dogger. Als u het goed vindt, even een vraag aan D66. Mag ik uw betoog zo vertalen dat u zegt van, als wij beleidsdoelstellingen, thema's noemt u ze, hebben op het gebied van zorg, duurzaamheid, economische ontwikkeling, en dat moet gewoon geld kosten en dat zou meer zijn als wat er in wat boven zeg maar het risicodeel in de algemene reserve zit, dan mag dat gewoon wat ons betreft. We willen in ieder geval die ambities wat omhoog halen en dan moeten we inderdaad kijken of dat weer opweegt tegen al die risico's, uiteraard, maar niet min denk ik dat het heel goed is om nu eventjes die handrem eraf te halen en even te kijken of de ambities wat omhoog kunnen. Dat is eigenlijk wat ik zeg. Dus dan mag er meer uitgegeven worden als wat boven de... Dat zijn uw conclusies. Nee. Ja, maar dan vraag ik het anders als u het goed vindt, voorzitter. Waar wilt u dat geld vandaan halen? Wij zien op dit moment ruimte. En er zijn natuurlijk risico's, maar die risico's kun je niet tot in de eeuwigheid blijven opsommen, want je bent niet uitputtend in zo'n lijst. Op een gegeven moment moet je ook kunnen zeggen, er is ruimte, laten we die ruimte nu benutten voor het verhogen van onze ambities om weer een stap vooruit te kunnen doen, inhoudelijk, op die punten die ik noemde, inderdaad. Akkoord. Voorzitter, mag ik nog één hele korte vraag? Want dit is de jaarrekening, hè? We hebben het niet over de kaderstelling of een begroting. En meneer Ronald heeft al vaker hier wat proefballonnetjes opgelaten. En ik begrijp dat er verkiezingen aan zitten te komen waarbij overigens gefeliciteerd voor uw lijsttrekkerschap. Ik zag u twitteren dat het gelukt is. We zijn daar blij mee. Maar mag ik u nu al echt een keer uitnodigen? Nee, meneer Serius, maar mag ik u echt nou eens een keer uitnodigen om ook dit soort dingen te vertalen in beleid? Hè? Want u roept het wel vaak. Maar we zien daar bij kaderstellingen zo weinig van terug. En zou u mij een plezier willen doen? Ik wil me daar niet te formeel in opstellen. Maar zou u dat volgens bij de begroting willen doen of bij de kaderstelling en niet bij de vaststelling van de jaarrekeningen? Zeker, dank u.
Dat is een toezegging van de zijde van de heer Rodemond van D66. Voorzitter. Dat zal gaan gebeuren. Ik wou deze ronde afronden. Er zijn echt nog een dwingende vraag. Dus ja, we hebben nog een aantal agendapunten. De heer Stelpstra, een nieuw onderwerp. Dank u wel. Nou, niet een nieuw onderwerp. Nee. Nee. Oké. Maar ik was heel even benieuwd, meneer Rodemond. U heeft het over ambities. Wat die ambities zijn. En ik neem aan dat we die bij de kaderstelling te horen krijgen. Nou, ik kan in ieder geval één tipje van de sluier oplichten. Want die heb ik al een keer eerder genoemd in het kader van het vaststellen van het duurzaamheidsbeleid. Wij streven eigenlijk naar een op zo'n kort mogelijke termijn naar 100% duurzame energieopwekking voor deze gemeente. Dat is wat ons betreft het verhogen van de ambitie. Ja, ja goed. Prima. Helder. Dank voor uw bijdrage. Dus dat is de eerste termijn van agenda punt 6, de jaarstukken. Er zijn een paar vragen voor het college nog achtergebleven rondom risico, accountant, benchmark en toezegging die eerder zou zijn gedaan. Ik kijk even naar de wethouder financiën, de heer Jansen, om daarop in te gaan. Dank u wel. Ik denk dat ik de waarderende woorden voor met name het ambtelijk apparaat over de kwaliteit van de stukken snel door kan geven. Daar komen nu niet veel inhoudelijke vragen meer over. De politiek speelt wel op, want hoe taxeer je? Nou, dan zegt meneer Rodemond van ik herken de behoudende koers van dit college, maar vervolgens gooit hij er een aantal ambities in die de behoudende koers iets wat teniet zouden kunnen doen, maar met meneer Gerling zou ik zeggen, laten we straks de nieuwe werkelijkheid bij de kadernota bekijken, want daar kijken we vooruit en laten we nu vooral even terugkijken. Ik hou het kort. Meneer Dogger en meneer Stelpstra hebben het over de weerstandspositie en ik had de vorige keer, en meneer Dogger heeft daar gelijk in, een toezegging gedaan en die is niet goed in het verslag terechtgekomen. Ik denk dat er nog een oude versie ligt van het verslag, want we hebben het er al intern even over gehad. Ik had u toegezegd, u zegt van we hebben een algemene reserve, daar zitten een aantal dingen in en die hebben we op geld gezet. Ga nou ook eens even een wens maken bij een aantal andere gemeenten hoe die dat ongeveer doen en laten we dan eens even vergelijken of we dat ongeveer op dezelfde manier doen. Die toezegging had ik gedaan, is inderdaad niet zo in het verslag terechtgekomen, ik doe hem nu nog een keer. Want we hadden hem al gedaan en die staat. En dan kan ik daar die van meneer Stelstra wel aan vastkoppelen. Kijk, wij hadden de vorige keer, we hebben het geloof ik in de stukken gezegd, maar ik heb het ook in de vorige ronde gezegd, wij beloven dat wij nog even wat dieper naar die algemene reserve gaan kijken. We hebben daar een eerste, bij de begroting, een eerste verdiepingsslag op gemaakt. En daar hebben we een aantal bedragen genoemd. Zo is ook het bedrag van de 4,5 miljoen van het maatschappelijk domein gekomen. Dat was eigenlijk, nou het gaat over 45 miljoen. Ja, hoe moeten we dat doen? Het is nieuw. Nou, laten we eens 10% pakken, dat is 4,5 miljoen. En we hebben toen al gezegd, dat moeten we later nog eens wat preciseren. Nou, daar gaan wij nog een verdiepingsslag maken richting de begroting. Om dat nog een keer netjes neer te leggen. En ik stel voor dat we onze eigen verdiepingsslag met een stukje benchmark aan u presenteren. En ik vind het ook prima als de accountant daar dan ook nog een keer naar kijkt. Dat zou ik liever doen dan de accountants te vragen van wilt u dat helemaal doen? Want dan heb ik de eerste rekening voor meer werk al binnen. En als hij het ermee oneens is, zal hij dat zeker zeggen. De heer Stelpstra. Ja, dat was eigenlijk ook onze insteek. Het hoeft niet een heel rapport te worden, maar als hij er even een blik op kan werpen en zijn mening erop kan geven. Nou, en zit daar dan extra geld in? We hebben altijd gezegd, laten we nog even behoedzaam blijven, want er gebeurt nog van alles om ons heen. Dat is één. Twee, dan is de afweging, hebben wij iedere keer gezegd, als er wat ruimte is, moet er nog extra beleid komen wat we nog niet goed doen. Nou, dan kunnen we dat bij de begroting doen en kunt u al een voorschotje nemen bij de kadernota. We kunnen geld teruggeven en we kunnen zeggen van we bewaren ook iets voor de volgende periode, iets wat wij collegeperiode op collegeperiode gewend zijn geweest om niet een volgende collegeperiode helemaal klem te zetten. Nou, dat is de lijn van het college geweest en die bestendigheid mag u van ons verwachten, ook naar de toekomst. Dan heb ik, denk ik, meneer Stelpstra voldoende beantwoord.
ja, één ding, die schuldpositie is verbeterd. Wij hopen ook dat het blijvend is, maar er is één partij die daar aan het stuur zit en die heet gemeenteraad, want die bepaalt de financiële ruimte. Ook bij begroten, dus daar bent u ook echt zelf bij. Meneer Dogger, inderdaad, overschot door ons eigen voorzichtigheidsbeginsel en door eenmalige meevallers, dus we sturen best wel heel aardig goed. Kijk maar eens hoe we sturen op de uitgaven en dat de meevallers op met name aan de inkomstenkant zitten. Dus ik ben niet zo onder de indruk van de opmerking van de accountant, daar heb ik de vorige keer gezegd. Overigens zei de accountant het zelf ook, ik heb geen tijd gehad om daar eens heel uitvoerig over te kijken. En ik heb gewoon naar de grote getallen gekeken en dan wisselt het wat en dan maak ik die opmerking. Ja, dat is redelijk goedkoop en dat mag, dat is prima, maar daar rollen wij niet van om. Meneer Gelling, even kijken. Ja, eigenlijk eens dat een aantal opmerkingen over realisatie anders dan begroting, die heb ik beantwoord. Algemeen belang, eigen huishouding op orde. Ja, zeker. Daar is dit college mee bezig en wij hebben iedere keer het woordje deze 4 jaar van behoedzaam gebruikt. En dat willen we ook graag blijven doen. Dan kun je wat je over hebt teruggeven, maar als een raad anders beslist dat die zegt van ik wil beleidsintensiveringen doen, dan is de raad daar zelf bij. En een college zou er ook een voorstel voor kunnen doen. Mevrouw Luiten, ik ben volgens mij de eerste ronde behoorlijk naar u opgeschoven als het gaat over maatschappelijk domein. En dan denk ik dat ik daar redelijk kort over kan zijn. Volgens mij hebben wij gezegd, beleid voorop en dan kijken we hoe het beleid valt. En dan kan het best zijn, want het is natuurlijk heel grofmatig hoe die verdeling over het land is gegaan. Met voordeelgemeente en nadeelgemeente en jeugdzorg zijn wij nadeelgemeente. We gaan het beleid voortzetten en ik heb u al gezegd, het zou best wel kunnen de komende jaren die overschotten echt kleiner worden. En dan is het zo dat beleid bepaalt en dan kan er een moment ontstaan dat er gewoon geld bij moet. Of dat de raad zegt van, oh dat willen we niet, maar dan ga je je beleid aanpassen. En als je dat niet doet, dan hou je het ene jaar wel eens wat over, het andere jaar moet er best wel eens wat bij. Wat niet klopt wat u zei is, ja wij houden 2,5 miljoen over en dat gaat naar stenen. Nee, dat gaat naar de algemene reserve. En binnen die algemene reserve hebben wij een behoorlijke pot wat juist ook voor het maatschappelijk domein is. En die gaan we dus nu ook nog een keer herijken. Om eens te kijken of we dat precies goed gedaan hebben. Dus op dat punt ben ik het niet met u eens. Maar voor de rest, dit college, en ik durf eigenlijk wel te zeggen, deze raad vindt dat we niet geld moeten overhouden over de rug van mensen heen. En dat we net beleid moeten doen. En het beste voorbeeld daarvan is misschien wel dat het college heeft voorgesteld en dat uw raad is goedgekeurd. Dat we op huishoudelijke hulp nu zeggen van jongens, nu is het zich zo ontwikkeld. Vinden wij dat wij daar een beleidsintensivering moeten doen die ongeveer 4,5 ton kost. En die gaat alweer van die 2,4 miljoen af. Hè? Want dat is al een beleidsintensivering. Dus beleid, laat ik zo zeggen, sociaal beleid voorop. Dat is wat wij afgesproken hebben. En dat het dan naar de algemene reserve gaat, ja, dan zeggen we, dat is wel het systeem wat u zelf in de tijd van de bezuiniging hebt afgesproken en waar het college zich aan houdt. En waar het college voorzichtigheidshalve een aantal jaren gezegd heeft van ja, maar toch maar eerst even een egalisatiereserve houden, maar even kijken hoe het valt en nou durven we het zo te doen. Er zit ook een goede kant aan, want het dwingt de afdeling maatschappelijk domein ook om eens te kijken hoe zij hun beleid zo effectief mogelijk kunnen neerzetten. Want zij moeten ook efficiënt en effectief omgaan met hun geld om ervoor te zorgen dat het beleid zo goed mogelijk bij de burgers komt. En daar mag je als organisatie ook best wel eens een beetje druk op zetten om te zorgen dat dat goed gebeurt. Maar u bent er echt met z'n allen bij om te zeggen van welk effect heeft dit nu op onze burgers? En wij doen het ook vanuit onze kijk op de zaak waarvan wij zeggen wij willen zorgvuldig en sociaal met onze burgers omgaan. Dat is denk ik wat ik te zeggen heb. En dan heb ik eigenlijk meneer Rodemond ook al beantwoord waar het ging over de behoudende koers en de ambities. Maar daarvoor hebben we de kader nodig. Akkoord. Dank u wel voor de beantwoording van de vragen die nog overbleven. Ik vraag, is er behoefte aan een tweede termijn?
Of kan dit voorstel in stemming worden gebracht? Tweede termijn. De Partij van de Arbeid. Anderen nog. Niet het geval. Mevrouw Luijt. Van achter de eigen stoel. Prima. Ik heb het antwoord van de portefeuillehouder natuurlijk met plezier aangehoord. Het enige wat ik nou net niet heb gehoord is het simpele antwoord op mijn vraag, namelijk ja. Op een vraag die hij al eerder met ja heeft beantwoord. De enige vraag was, ik vroeg u om nog een keer te beloven wat u al heeft beloofd, wat we hier met z'n allen al hebben goedgekeurd. Dus het kan niet heel problematisch zijn inhoudelijk. Maar gewoon voor de zekerheid noemt u het overdreven. Dat kan best wezen, maar ik wil toch heel graag hier nog een keer hebben herbevestigd dat niet alleen de overschotten, maar ook eventuele tekorten in de toekomst op het sociaal domein, dat de algemene reserve daarvoor de aangewezen plek is. Meneer Jansen, die gaat al in de stadhouding staan. Ik heb net wel heel nadrukkelijk gezegd. Ik heb gezegd, beleid voorop. Als er wat overblijft, gaat die naar de reserve. En is er geld tekort, dan gaat er geld uit de reserve. Of, als het in de reserve en niet zit, moeten we bezuinigen. Of op een ander terrein. Of onze lasten verhogen. Want u gaat over het beleid. En we blijven het beleid uitvoeren. Met een overschot of met een tekort zoals het is. Of als u het zelf verandert. Voorzitter, ik begrijp heel goed dit antwoord. Maar waar het mij nou juist om ging. En dat is hier al een aantal keer eerder gewisseld. Wij geloven hier in ons eigen vastgestelde beleid. We hebben dat met heel bewust, u heeft dat bewust opgesteld, wij hebben dat hier als raad bewust goedgekeurd. We wisten dat dat de komende de eerste jaren misschien wat geld zou overhouden, maar we wisten ook dat op termijn het beleid wat wij hier willen voeren wellicht leidt tot tekorten. In de huidige jaarrekening kondigt u die zelfs ook al aan op het gebied van jeugdzorg. Waar het mij om gaat is dat dat beleid waar wij hier met z'n allen zo in geloven, als dat de komende jaren leidt tot tekorten die in ieder geval tot 5 miljoen gedekt zijn uit de algemene reserve, voordat we gedwongen worden om ons dat beleid wat we zo goed vinden aan te passen. Dat is wat ik alleen maar een ja op hoef te horen. Dan bent u wel mee af. Maar die voorzitter, die mag vind ik misschien even vraag stellen? Eerst even de wethouder. Die vind ik nu net te simpel, want dan ga je hem heel rekenkundig doen. Ik wil hem juist beleidsmatig doen. Welk beleid hebben we? Hoeveel geld hebben we daarvoor nodig? En hebben we dat geld ervoor over, in voorspoed en in tegenspoed, laat ik het zo zeggen. En hoeveel geld halen we dan uit? En als wij zeggen dat het beleid staat, dan kan zijn dat we 500.000 nodig hebben, kan zijn dat we 1 miljoen nodig hebben, kan zijn dat we 1,5 miljoen nodig hebben. En dan is het aan ons om te kijken hoe lang wij iets vol kunnen houden. Kijk, als mijn portemonnee leeg is, dan kan ik niet verder. Maar zolang die portemonnee niet leeg is, er staat het beleid en bent u degene die beleid bepaalt met elkaar om te zeggen dat houden we zo of dat houden we niet zo. En ik vind het wat te gemakkelijk om te zeggen, we hebben nu 2 keer 2,4 miljoen erin gedaan, dus het staat nu 4,8 miljoen. Want ook de reserve in de algemene reserve, sociaal domein, ik heb het net nog weer gezet, die is ook echt met een natte vinger in eerste instantie bepaald op 4,5 miljoen. En wij zijn dus nu bezig, en daar mag u ons ook weer op beoordelen, nu bezig, hebben we toegezegd voor de begroting om ook die algemene reserve en ook de post maatschappelijk domein in de algemene reserve nog eens weer heel nadrukkelijk te bepalen. En deze wethouder is er niet voor om de reserve, algemene reserve, maatschappelijk domein, onnodig te minimaliseren. Akkoord. Voorzitter, ik wil graag... Voorzitter, wat wilt u weten? Want we gaan anders in een herhaling komen. En nou, als die anderen ook allemaal weer reageren, voordat we in een hele discussie hier terechtkomen, dat zou ik willen voorkomen. Het is een deelonderwerp nu. Maar blijkbaar is voor u iets heel belangrijks wat u wilt weten. Precies. En ik wil dat graag nog één keer proberen uit te leggen. Het kan natuurlijk niet zo zijn, en daar sla ik op aan, dat wij hier 2 of 3 jaar zeggen, wij hebben heel goed beleid en we hebben meer geld. Nou ja, dus we hebben geld over, dat gaat in de algemene reserve. Wij vinden dat met z'n allen goed beleid. Op het moment dat er geld te weinig is, dat we dan zeggen, oh, dan gaan we alsnog bezuinigen. Want dat is niet... Maar voorzitter, mag ik daar toch al reageren? Geld, moment. Ja. Dan was het niet eerlijk, als we dat beleid zo goed vonden, als we dat redelijk en sociaal beleid vinden, om dat geld, als het over was, dan ook maar in die algemene reserve te stoppen. Omdat op het moment dat het ons niet uitkomt en het ons geld gaat kosten, dat we dan zeggen, oh, maar dan passen we het beleid aan, dan gaan we bezuinigen. Dat was nou juist niet de bedoeling en dat was nou precies de voorwaarde waarop wij 3 jaar geleden hebben gezegd, oké, maar dat is ons ook toegezegd, en dat wil ik alleen nog maar een keer herbevestigd worden,
op het moment dat er tekorten zijn uit het sociaal domein, dan worden die ook vanuit de algemene reserve gedekt. Voorzitter. En dat is wat ik de wethouder ook hoorde zeggen, dat dat gaat gebeuren, totdat uw raad het beleid zou willen aanpassen. Ja. Ik kijk even naar de tijd. Ik wil geen grote discussies. Een kort statement van de personen. Eerst de heer... Ik ben uw naam vergeten. Stelstra. Ik ben mijn bordje kwijt. En de heer Gelling was het, geloof ik. Eerst de heer Stelstra. Nou ja, ik wil mevrouw Luiten even meegeven dat ze de vraag aan de verkeerde persoon stelt. Want deze vraag moet u aan de raad stellen. Wij gaan over de budgetten. Wij gaan over hoe we wat uitgeven. Dus stel ons de vraag. De heer Gelling. Ja, en nog een kleine aanvulling daarop, want eigenlijk heeft mevrouw Luiten al veel meer toezeggingen gekregen dan ze vraagt. Want ook meneer Breukelman heeft al gezegd dat er eerst beleid gemaakt wordt en wat dat ook kost, dan worden daar middelen voor gezorgd om het uit te voeren. Dus u zou zichzelf tekort doen door uzelf te beperken op die 5 miljoen in een kennelijke reserve. Want ik denk dat deze raad, en meneer Stelstra zegt ook maar één ding uitspreekt, dat is dat er in onze gemeente goede zorg wordt verleend. En als het geld kost, dan zorgen we ervoor dat het geld op tafel komt. En niet uit uw reserve, maar uit de begrotingen. Nou, vanuit het college en de raad heeft u toch een aantal toezeggingen, wil ik niet noemen, maar verduidelijkingen wel gekregen. Akkoord? Zeker. Oké, prima. Mag ik het voorstel in stemming brengen? Is dat akkoord? Want er is verder geen behoefte aan een tweede termijn. Het besluit is, het voorstel is om de jaarrekening 2016 vast te stellen, jaarverslag 2016 voor kennisgeving aan te nemen. Het rekeningresultaat 5,8 miljoen ruim toe te voegen aan de algemene reserves. En de resultaatbestemming 2016 met dat voorstel in te stemmen als mede met de vierde wijziging van de begroting. Kunt u daarmee instemmen? CDA, akkoord. Akkoord. ChristenUnie. Akkoord. GroenLinks, akkoord. VVD, akkoord. D66, akkoord. Op koers.nu en ook de Partij van de Arbeid is hiermee akkoord. En dan is dit... voorstel aangenomen, de jaarstukken resultaatbestemming en is die verantwoording afgelegd. Dan komen wij bij agenda punt 9, de aanbieding van de conceptjaarstukken 2016 en de conceptbegroting 2018 voor de bestuursdienst Omme Hardenberg. Wie wil daarover het woord voeren? CDA, ChristenUnie, VVD, anderen nog niet het geval. Begin ik bij de CDA-fractie. De heer Logger. Dank u wel, voorzitter. De Raad van Hardenberg is altijd duidelijk geweest dat binnen de BOH niet meer middelen in reserve gehouden moeten worden dan nodig is voor een goede bedrijfsvoering. Dat geldt voor een algemene reserve, maar evengoed ook voor de overige reserves. Ik doel dan met name op de reserveorganisatieontwikkeling die na vragen daarover van ons in de technische vragenronde en de oriënterende ronde... eigenlijk bleek te bestaan uit die genoemde reserveorganisatieontwikkeling, maar evenzeer ook uit de resterende middelen reserve frictiegelden. En die frictiegelden zouden nog jaren nodig zijn. Het kwam en komt ons vreemd over, want als je naar het jaarverslag op pagina 15 kijkt, dan zie je dus dat blijkbaar eind 2016 de problemen zijn opgelost en dat in 2017 de laatste problemen op het gebied van overtollig personeel opgelost gaan worden. Kortom, in 2017 zit nog wat financiële pijn waarvoor dan frictiegeld nodig is. Dat blijkt ook uit de notitie die we afgelopen week hebben ontvangen. Maar geen woord over het onttrekken van frictiegelden uit de reserve na 2017. De duidelijkheid over de noodzakelijke inzet van de volle omvang van deze reserve is niet groter geworden. Nee, de onduidelijkheid lijkt alleen maar toe te nemen. Wat wel duidelijk is, is dat het 5,25 miljoen aan frictiegelden die we als Hardenberg beschikbaar hebben gesteld, niet volledig nodig zijn. Als dat duidelijk is, dan horen de overtollige middelen terug te vloeien naar de gemeente. Dat past naadloos binnen de kaders die deze raad daar ook heeft voor gesteld. Daarom hebben wij dan ook een amendement voorbereid die een zienswijze is op de jaarstukken van de BOH. En het dictum van dat amendement luidt: als zienswijze het dagelijks bestuur van de bestuursdienst Omme Hardenberg opdracht te geven om bij de begrotingswijziging BOH
en dat is het moment waarop de beleidskeuzes van de gemeenten verwerkt worden, dan wel uiterlijk bij de behandeling van de begroting 2018 van de gemeente Hardenberg, met een nadere onderbouwing van de frictiegelden in 2017 en volgende jaren te komen, zodat de raad vast kan stellen of de dan aanwezige middelen in de reserve nog gebonden moeten blijven aan de BOH. Tot zover. Akkoord, dank. Dit amendement gaat onderdeel uitmaken van de beraadslaging bij dit agendapunt. En voor de zekerheid maar even nummer 1. De ChristenUnie, de heer Stelstra. Dank u wel, voorzitter. Over de jaarcijfers en de begroting van de BOH kunnen we kort zijn. Deze zien er goed uit. Het zal u waarschijnlijk niet verbazen, maar de fractie van de ChristenUnie wil graag een zienswijze uitbrengen ten aanzien van het weerstandsvermogen van de BOH. Voorzitter, wij achten het vooralsnog niet wenselijk dat er een algemeen risicoreserve, een grote algemeen risicoreserve, wordt gevormd bij de BOH. In de stukken wordt enkele malen gesproken over een minimum van 1 miljoen euro. Zoals gezegd, wij achten dit overbodig. De gemeente Hardenberg zal, als het aan de fractie van de ChristenUnie ligt, bijspringen bij eventuele tekorten. Wij achten de huidige 5 ton ruim voldoende voor de correctie van kleine verschillen, zoals afgelopen jaar. Bij deze willen wij vragen andere fracties onze zienswijze te ondersteunen en aan het college vragen deze zienswijze over te brengen. Kortom, collega's, kunnen jullie deze zienswijze ondersteunen? En college, kunnen jullie deze zienswijze overbrengen en verdedigen in het AB? Dank u wel. En dat gaat u vergezeld doen gaan van een amendement? Dat wou ik nog even af laten hangen van het antwoord. Ja, vanuit de raad. Ja, voorzitter. Nou, ik heb ook begrepen dat als het in het verslag wordt opgenomen, dat het dezelfde waarde heeft. Ja. Ja. Dus als ze allebei instemmen, dan. Kunt u het college daarop aanspreken. Juist. Ja, ja dank u wel. Ja, akkoord. Voorzitter. Kan ik nog een vraag? De heer Rodemond. Even voor de volledige helderheid, want de heer Stelpstra stelt in zijn betoog dat wij als Hardenberg wel de mogelijke tekorten kunnen opvangen. Maar hoe zit het dan met de bijdrage van de andere gemeenten binnen deze BOH? Dat weet een ommen. Moeten die dan een gelijk bedrag, of tenminste in verhouding, ook bijspringen bij die tekorten? Hoe ziet u daar naar uit? Ja, dat ligt een beetje aan het tekort, maar dat wordt een hele technische discussie. Kijk, in principe is het 75-25. Maar ja, is het een hele specifieke activiteit die alleen voor Hardenberg geldt? Ja, dan zullen wij dat alleen moeten betalen. Akkoord, dank. Ik had nog genoteerd de VVD-fractie. Heer Gelling. Voorzitter, dank u wel. Wat toch een heerlijke avond, hè? Dat je het over reserves kan hebben en over cijfertjes. Dat overtreft het heilige avondje wat mij betreft ruimschoots, voorzitter. Ik kan nog uren doorgaan. Ik heb een paar dingetjes over de BOA, die had ik net willen vertellen, maar ik doe dat dan nu. Mijn fractie vindt, het gaat met name over de begroting en een tikje verslaglegging. Mijn fractie vindt het wat zorgwekkend dat zaken personeel derden, waar we ook in de oorronde al wat van zeiden, een budgetoverschrijding van 300% plaatsvindt op een structurele post voor de begroting, die een totaal uitmaakt van 26%. Dat op zich is al zorgwekkend. Maar wat helemaal zorgwekkend is, dat een vraag daarop niet totaal kan worden beantwoord. Dat geeft iets te kennen over de controle die je hebt op de organisatie. Mijn fractie vraagt zich ook af wat het doet met een organisatie waar een structureel aantal mensen rondloopt die structureel worden ingehuurd. Mijn fractie zou namelijk graag zien dat u investeert in eigen mensen binnen de organisatie en niet telkens derden inhuurt voor het leiden van projecten. En wat wij zien aan ingehuurde derde voorzitter geeft ons ook niet het idee dat we dat zelf niet hadden gekund met onze eigen mensen. Voorzitter, mijn fractie vindt met de accountant de besluitvorming ter zake het inrichten en het onttrekken aan de reserveposities diffuus. Wij steunen dan ook de amendementen van het CDA en de ChristenUnie die omvang en inrichting van reserveposities betreffen. Mijn fractie vindt eigenlijk de hele BOH zo ondertussen wat diffuus. Het lijkt erop dat de BOH een soort van organisme aan het worden is, waar we het maar beter niet over kunnen hebben, omdat het nu functioneert zoals het functioneert. En wat mijn fractie betreft, voorzitter, gaan we dan ook niet zo heel erg diep in op de begroting of op de verslaglegging, want wat ons betreft is dit de laatste begroting van de BOH in de huidige opzet. Wat ons betreft is de BOH namelijk toe aan een intensieve evaluatie, evenals wellicht als gevolg daarvan de samenwerking met Ommen.
Mijn fractie is nog steeds een groot voorstander van een samengaan, een bestuurlijke fusie met Ommen. En daartoe is Ommen nog steeds van harte uitgenodigd. Maar als Ommen die uitnodiging van de hand blijft doen, dan is Ommen wat mijn fractie betreft net zo uitgenodigd om geheel zelfstandig verder te gaan. Zonder Hardenberg en zonder BOH. Voorzitter, dank u wel. Ja, nou, toch nog een verrassende ontknoping zo aan het eind van deze avond van de raadsvergadering. Zijn er vragen voor de heer Gelling? Overigens heeft de ChristenUnie voor de goede orde geen of nog geen amendement ingediend op dit punt. Dus, maar dat is even feitelijk. Geen vragen voor de heer Gelling? U bent duidelijk geweest? Nee, toch niet? Nou, ja, ik zit, het moest even langzaam indalen, want het was inderdaad een dusdanig verrassende ontknoping dat het even bij mij moest landen. Vraagje aan de heer Gelling. Dat standpunt wat u nu heeft te berg gebracht, komt dat ook weer terug in een feitelijk voorstel, motie of amendement? Of denkt u van, kom, ik gooi een steen in het water en kijk wel waar de golven naar toe gaan? Nee, meneer Ormond. Het is zo dat wij absoluut hier nog meer dan dat. Wij gaan hier toch een serieus punt van maken. Ik ben niet zo'n twitteraar, anders had ik het graag getwitterd. Maar wij gaan dit, kan ik u verklappen. Ik ben u van diensten desnoods hoor. Ik bedoel, ja. Nou, dat zou mij helpen, maar wij gaan dit in ieder geval opnemen als een heel belangrijk punt voor de besluitvorming die wij in de campagne gaan gebruiken. En daar treffen wij u dan met uw duurzaamheidsgedachte en dan treft u ons met deze gedachte. Voorzitter, als ik nog de heer Breukeman vraag over mag stellen. Fijn dat de heer Gelling niet alleen getriggerd wordt door anderen, maar nu ook anderen een keer triggerd met zijn verhalen. Dat vind ik een zeer positieve ontwikkeling. En wat het laatste betreft, heb ik nog een vraag. Van, hoe kijkt u misschien aan tegen het onderbrengen van de BOH bij een van de twee gemeenten? Neemt u die optie ook mee in uw verkenning, zeg ik maar? Ja, zeker. En nu is het een verkenning. Dat wil ik toch duidelijk. Het wilde omzetten naar meneer Rodenbond als beleid. Want een verkenning, dat klinkt zo slapjes. Nee, absoluut. Kijk, wat ons betreft is het niet zo dat er een goed of een slecht is. Ik denk alleen dat het functioneren op zich een andere doelstelling had dan de effectuering die het nu heeft. En daar doe ik wat Bouter Boutades in, want ik was er toen een tijd niet bij. Maar ik denk dat het wel goed is na zoveel jaren om gewoon eens te evalueren wat je ermee wil. En daar zijn wat ons betreft heel veel opties of modellen bespreekbaar. Ik denk alleen wel dat het in de huidige zin, wat ons betreft, maar daar zijn wij, en wellicht staan we voorlopig alleen, maar daar zullen we daar eens discussies over starten. Dat zoals het nu gaat, vindt mijn fractie dat er een hele duidelijke evaluatie aan de grondslag moet liggen. En dat die evaluatie alle uitkomsten zou kunnen hebben die het verdient. Akkoord. Ik vind het jammer dat ik u niet zodanig kan boeien dat u ook het vervolg afwacht, maar dan toch weer naar meneer Dogger gaat. Dat is spijtig. Dat u slechts één ding tegelijk kunt, voorzitter, is niet in mij te verwijten. Ik ga naar de heer Boersma. Ik hoor u zeggen, meneer Gelling, dat u dit punt meeneemt in de campagne. Dan versta ik eruit dat het in uw verkiezingsprogramma komt. Klopt dat? En dan heb ik de vraag, gaat u deze keer wel uw verkiezingsprogramma van uw eigen partij lezen? Ik kan u ook nooit een keer zijn vertrouwen vertellen, meneer Boersma. Dat is even ter verduidelijking. Meneer Boersma die heeft mij een paar keer aangesproken en bijna overhoord over het VVD-programma en het past mij niet anders dan ruidelijk toe te geven dat meneer Boersma het in ieder geval beter had gelezen dan ik. Dat is juist. Dus ik kan u daar geen toezegging in doen. Ik kan u in ieder geval zeggen, meneer Boersma, dat het bij deze genoteerd is. Nee, akkoord. Dank voor deze verduidelijkende opmerkingen. Daarbij is de eerste termijn afgerond en kijk in de richting van het college. De portefeuillehouder financiën voor de BOH, de heer Prinsen, om met name in te gaan op het amendement dat er ligt vanuit de zijde van de CDA. Maar ook de ChristenUnie een vraag heeft gesteld omtrent de omvang van de reserve en wil daar graag een toezegging noteren. Voorzitter, dank u wel. Het lijkt me goed dat ik even begin met een omissie. Want volgens mij, en dat schoot me net in zin, had ik toegezegd dat we nog even zouden uitzoeken die loonkosten derden, hoe dat zat. Dat heb ik wel, ben ik wel nagegaan, alleen dat hebben we niet aan het verslag toegevoegd. Eén ding kun je eruit halen, dat is vestzak, broekzak, 2 ton detacheringen aan de ene kant en 2 ton aan de andere kant. Dus die 9 ton kun je eigenlijk zien naar 7 ton. Ja, want dat is intern gewoon detachering. Het grootste deel van loonkosten derden zit in het maatschappelijk domein bij de samendoenteams, waar wij het grootste gedeelte van de samendoenteams, die hebben we op detacheringsbasis, werken die voor de gemeenschap, voor de gemeente.
En we hebben vrij lang de opvatting gehad van misschien moeten die wel bij de gemeente in dienst komen. Daar hebben we tot nu toe nog niet toe besloten. Ik geloof dat er één of twee dacht ik, zijn bij ons in loondienst gekomen. En de rest is gewoon, wordt gedetacheerd vanuit de organisaties waar ze in het verleden werkzaam voor waren. Dat verklaart het grootste gedeelte van die loonkosten derden. En dat hadden we wel wat beter kunnen toelichten. Ja, bij het jaarverslag en ook zeker bij de begroting. Dat is een omissie van onze kant waarvoor excuses. Alleen, het wordt allemaal uit de totale loonsom wordt het betaald. He, je hebt een totale loonsom en dat wil niet zeggen dat loonkosten derde, dat die kosten hoger zijn. In dit geval, in de voorbeelden die ik noemde. Maar de totale loonsom die hebben we gehaald. Een opmerking van de VVD. Ik wil nog een kleine aanvulling maken voor de verslaglegging, want het was geen 2 ton, maar 2 miljoen. Sorry, 2 miljoen, excuses. Ja, het is ook al 11 uur. Sorry, u heeft helemaal gelijk. U geeft een opmerking van misschien is structureel en nu voor projecten waarom zou je dat doen? Want je eigen mensen kunnen het misschien net zo goed. Nou, niet dat we daar twijfels over hebben. Er zijn wel projecten die je één keer in de zoveel tijd doet, dat je die deskundigheid niet hebt. Maar je moet de mensen, de capaciteit, ja, aantal FTE moet je wel hebben. En ik heb de vorige keer ook aangegeven, heel veel vacatures die er zijn, worden ook wel eens even tijdelijk ingevuld om te zien, ja, of het op die manier ook kan en of het wel een structurele functie moet worden. Maar ik denk genoeg erover, maar terecht dat er een opmerking over gemaakt wordt, want in de toelichting hadden we dat beter kunnen doen. De reserve, de frictiereserve, vorig jaar hadden we discussie, organisatieontwikkeling, uitgelegd dat er ook frictie bij zit. De heer Dogger heeft het over 5,25 miljoen, maar dan neemt hij weer beide reserves samen, maar dat eventjes terzijde. Als je het besluit, volgens mij is die genomen in 2015, om die frictie uit te smeren over de periode tot en met 2019. Daar hebben we verwachting gegeven hoe die bedragen zich in de loop der jaren, die onttrekkingen in de loop der jaren zouden verhouden. Staat ook als goed is in het stuk. Nou, de vraag die de heer Dogger stelt van ja, reserve die straks over is, of die over is, die moet terugvloeien naar de afzonderlijke gemeente. Dat is terecht, dat is waar. Maar op dit moment is het wel heel lastig te zeggen van hoeveel is er dan over op 31 december 2019. En ik ga mee met het amendement wat daarvoor ingediend wordt. Het college gaat mee met het amendement om bij de begroting, voor de begroting, rond de begroting. Dan moeten we even zien hoe dat precies uitpakt. Om die reserve nog eens even met de kennis van dan neer te zetten voor 2017 weten we dan al heel veel. Voor 2018 en 2019 om dan aan te geven van er is enige ruimte in de frictiereserve op 1 januari 2020. Want dat is eigenlijk de vraag. Dus het amendement dat willen wij als college willen we dat overnemen. Voor wat betreft de algemene reserve, daar hebben we vaker een discussie over gehad. En daar vind ik altijd, meneer de voorzitter, de heer zaken Christian Stelpstra. Mijn tong die slaat er al dubbel van. Ja, op mijn pad. Van moet dat wel, moet dat niet. Er wordt nu een voorstel gedaan, 500.000 voor de kleine dingen, dat is voldoende. Realiseert u zich wel dat als je aangeeft dat, en als derden dat ook gaan bepalen, dat die algemene reserve 1 miljoen moet zijn, dat u daar in uw eigen algemene reserve ruimte voor reserveert, oftewel daar het weerstandsvermogen voor opneemt en dat het ook geldt voor je partner in Ommen in deze. Ja? Eventjes, dat geldt sowieso voor dit besluit en dat weet u ook de andere partij zal hier iets van moeten vinden. En we hebben een eerdere ervaring gehad dat wij iets vonden en de ander niet, hoe dat dan ongeveer loopt. Maar ook deze wil ik ondersteunen. Ik zit er persoonlijk iets anders in, maar dat weet u. Maar als u maar weet wat de consequenties kunnen zijn als er opeens toch een grote risico zich voordoet, dat u dan als gemeente gewoon aan de beurt bent. Maar als we dat beseffen, nou, ik heb mijn boodschap verteld. Ik heb het vaak genoeg herhaald dat ik het belangrijk vind om een algemene reserve van enig niveau te hebben. Maar goed, u gaat daarover, dus ik... Namens het college zeg ik, zijn wij bereid om op 500.000 te gaan zitten. Dan wordt er volgens mij nu een bedrag van 14.000 of zo wordt er terugbetaald. Als we precies op de 500.000, maar ik ga ervan uit dat u 514 ook goed vindt. Ja? Dan gaan we niet boekhouden. Kortom, meneer de voorzitter. Amendement wat ons betreft akkoord, wat mij betreft, wat college betreft akkoord. En de vraag met daarbij de toezegging van onze kant, algemene reserve. Met alle mitsen en maren op 500.000. Akkoord, u bent mild geworden, waarschijnlijk door de temperatuur vanavond. Maar
akkoord met de toezegging van de zijde van het college. Ik kijk rond, is er behoefte aan een tweede termijn? Of is het voldoende en kunnen we het amendement in stemming brengen? U heeft steun van het college. En dan het voorstel afhamen. Ik ga naar het amendement toe. En ik kijk rond. Het amendement is ingediend door de fractie van het CDA. En wordt gesteund door de fractie van de ChristenUnie. GroenLinks, VVD, D66 op koers.nu en de Partij van de Arbeid. En daarmee is het amendement met een meerderheid van stemmen aangenomen. Dan ga ik naar het voorstel zelf. En het voorstel behelst de aanbieding van de concept ja-stukken. De concept ja-stukken voor kennisgeving aan te nemen, dat heeft u gedaan. De concept begroting van de bestuursdienst voor kennisgeving aan te nemen. Geen zienswijze in te dienen, daar is dus één amendement op ingediend. Ik vraag u om met dit besluit in te stemmen. Akkoord, algemene stemming, aanwezigen, aangenomen. Dat brengt ons bij de hamerstukken. Dat had ik net niet genoemd bij de vaststelling van de agenda. Maar agenda punt 10, transitie netwerk RUD naar omgevingsdienst IJsland. De kaderbrief en de begroting is zojuist in de oriënterende ronde aangemerkt als een hamerstuk. U hoeft daar niet meer over te spreken. Maar ik zou een stemverklaring kunnen nog afleggen. Daar is geen behoefte aan. Kunt u instemmen met het voorstel? Niet helemaal, de eerste opstaan. Ja, voorzitter, wij kunnen instemmen, maar wij maken ons wel zorgen over de desintegratie. Akkoord. Ja, dat heeft u ook in de oriënterende ronde al helder laten weten. En daar ligt ook een toezegging om daar nog op terug te komen wat betreft inzicht geven in de kosten. Akkoord, verder met het aannemen van het voorstel. Akkoord. Dat brengt ons om 11:04 bij de lijst met ingekomen stukken voor de raad van 30 mei 2017. Kunt u instemmen met de wijze van afdoening? Akkoord, dat is het geval. En tenslotte agenda punt 12, de rondvraag. Heeft iemand nog behoefte om gebruik te maken van de rondvraag? Zeker weten, niet het geval. Dan hameren we die ook af. En daarmee ook de sluiting van deze avond. Dank voor uw uithoudingsvermogen. En ik sluit de vergadering en wens u nog een prettige avond. Een goede thuisreis.